Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Leuk dat je er bent en even de tijd neemt voor God. Jouw overdenking voor 16 februari. Laat de storm verdwijnen. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Psalm 46, vers 2 en 3. God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee. In mijn leven ben ik vele malen geconfronteerd met stormen. Sommige daarvan leken op een korte middagstorm die zo gewoon zijn in de zomertijd, en andere leken op een orkaan. Als ik iets geleerd heb om me te weren tegen deze stormen, is het wel dat ze niet altijd voortduren en dat ik geen grote besluiten hoef te nemen te midden van zo'n storm. Te midden van een crisis tuimelen gedachten en gevoelens wild door elkaar heen. Daarom moeten we juist in deze tijden voorzichtig zijn in het maken van besluiten. Vaak denk ik dan bij mezelf, laat de gevoelens verdwijnen voor je een besluit neemt. We moeten kalm blijven en onszelf disciplineren om te focussen op wat we kunnen gaan doen en erop vertrouwen dat God doet wat wij niet kunnen. En in plaats van te verdrinken in zorgen en angst, moeten we contact zoeken met God die voorbij de storm ziet en het grote geheel regisseert. Hij zorgt ervoor dat alles wat gebeuren moet in ons leven op het juiste moment gebeurt, met de juiste snelheid, en Hij ons leidt om veilig op de bestemming te komen die Hij voor ons heeft gepland. Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. Heere God, ik weet dat ik niet alles onder controle heb, maar dat ik zal doen wat ik kan doen en U vertrouwen om te doen wat ik niet kan doen. De stormen van het leven hebben geen controle over mij. Ik vertrouw op uw plan voor mijn leven. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren. Ben je er morgen weer bij? God zegene je. En tot morgen. Zoek je antwoorden op bepaalde vragen? Bekijk dan ook eens ons YouTube-kanaal.